In 2015 vond er een revolutie plaats in de veldrijsport. Je had in het Belgisch hemdje het blauwe hemdje Wout van Aert. En in het oranje hemdje had je Mathieu van der Poel, beide 20 jaar. Zelfs in 2017 zouden ze nog belofterenner mogen zijn, maar ze besloten in Tsjechië het WK bij de profs te gaan rijden. En uiteindelijk won Mathieu van der Poel een gigantisch fraaie overwinning. De jongste wereldkampioen ooit. Hij kwam huilend over de meet, wist dat hij zelf ook nog maar een kind was. Tussen het grauwe Oostblokbeton in Oost-Europa zorgde dat voor zo'n vrolijke sfeer. En het mooiste moment was tijdens het Wilhelmus, pa Adrie, de oudrenner, die gewoon zijn fiets stond te poetsen alsof er niks gebeurd was. En ook hij wist dat er nog heel vaak het Wilhelmus gespeeld gaat worden.